bijtankertje 39. Gaat over, ik ga het proberen, ik hoop dat het lukt, ik doe mijn best. Tja, en vanochtend dacht ik, nou, daar ga ik een filmpje over maken. Maar het regent. Nou ja, dus, ik denk, ja, doe ik het of doe ik het niet? Ik doe het gewoon, nou, het regent. Dus ik heb mijn pet op dat mijn bril niet en dat wordt. En de camera staat maar naar beneden geleund, is ook geleund. Dat is ook de bedoeling, want ik sta hier bij de Waal. Nou, dat pennetje, daar kom ik zo op terug. Weet je, hoe vaak gebruiken we die woorden? Ik ga het proberen, ik hoop dat het lukt, ik doe mijn best. Dan zal ik zeggen, ik ga hier zwemmen en ik wil dit eerste stukje overzwemmen. Ik zeg, ik ga het proberen, ik hoop dat het lukt, ik doe mijn best. Nou, dat lukt wel. En dan zie je, dan is daar een gultje, die gaat naar de Waal. Nou, ik weet niet of je de Waal kent, maar er staat een stevige stroming. En als ik dus zeg, van, nou, ik ga proberen naar de overkant van de Waal hier te zwemmen. Ik hoop dat het lukt, ik doe mijn best. Dat kan best, maar daar komt nogal wat voor kijken. Maar het kan. Weet je, in de Nederlandse taal zijn die woorden onderzocht. Hoe vaak we die gebruiken en waar die voor staan. En wat blijkt nou? Dan ga ik je zo vertellen wat blijkt. Ik ga je eerst de vraag stellen. Als jij iemand vraagt, goh, kun je zorgen donderdagmiddag om 5 uur dat ik dat en dat voor je krijg? En de persoon die antwoordt, nou, ik ga het proberen. Ik hoop dat het lukt. Ik doe mijn best. Wat weet je dan? Meestal helemaal niets. Sterker nog, de kans statistisch groter dat het niet lukt. Toch is het zo, terwijl ik hier heerlijk nat zat te worden, toch is het zo dat in, hier is het antwoord over, 96% van de gevallen dat we die woorden gebruiken, gebruiken we het eigenlijk als een soort, niet slecht bedoelde, maar een soort uitwegje. Nou, als het niet lukt, heb ik in ieder geval geprobeerd, ik heb mijn best gedaan en ik had het gehoopt, maar ja, het is niet gelukt. Maar 4% van de gevallen is het wel waar. Dus, niet tussen ik nu, maar als iemand zou zeggen, nou, ik ga het proberen, ik hoop dat het lukt. Ik doe mijn best om aan de overkant van de Waal te zwemmen. Het kan wel degelijk. Een berg beklimmen, een moeilijk project. Dus onderschat niet de kracht van die woorden in de kern. Hoop, vooral in religies, et cetera, is een geweldig principe. Dus ik wil het zeker niet bagatelliseren. Toch nog even terug naar jouw praktijk en mijn praktijk. Daarom heb ik dat pennetje meegenomen. En doe even mee. Want ik sprak overigens met Jos Burgers het weekend. Een goede vriend van me. Een uitstekende collega. En zei, goh, jammer dat je dat met dat pennetje niet zo in een filmpje kan doen. Kan natuurlijk wel. Dus hier komt die, Jos. Voor jou en voor vele duizenden anderen. Terwijl een auto voorbij suist hier om nog eens even te onderdrukken, ondersteunen. Hoe belangrijk dit is wat we nu gaan doen. Hier heb ik een pennetje. Als ik nou vraag aan deze hand, probeer eens het pennetje te pakken. Wat gaat er dan gebeuren? Probeer het pennetje te pakken. Ik wacht even dat je het zelf thuis kan doen. Pak een pennetje. Nou, er zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. Want of wat er gebeurt is, probeer het pennetje te pakken, dan pakt iemand het. Dan zeg ik, nee, de vraag was niet, pak het pennetje. De vraag was, probeer het pennetje te pakken. Doet die persoon nog een keer, dan doet die persoon meestal van, ja, probeer het wel te pakken. Nee, de vraag was niet, pak het pennetje niet. Ja, laat hem even goed indalen. Dus als je zegt, probeer het pennetje te pakken. Op deze afstand zijn er maar twee mogelijkheden. Of je pakt het, of je pakt het niet. Finito, that's it. Of je doet het, of je doet het niet. Wel, grotere projecten, dat wordt natuurlijk genuanceerd. Nou, hier is mijn vraag voor vandaag aan jou. En aan jou en de jou. Om dat ook uit te testen met mensen om je heen, privé en zakelijk. Hoe vaak gebruiken we niet die woorden? Nou, ik ga het proberen. Ik hoop dat het lukt, doe mijn best. En je weet dat je er niet echt voor gaat. Nou, om te beginnen, hou ermee op in je eigen hoofd. Want als je die woorden gebruikt, dan is het toetsenbord van jouw computer, van je hele systeem. En er gebeurt eigenlijk bijna niks. Dus, word je bewust, wat zijn minimaal die 4% die je zegt, ik ga er echt voor. Zoals ik nu sta inmiddels in de stromende regen. En wat maakt het uit, dan hoor ik dat. En ga er gewoon voor. Dus niet proberen, hopen, best doen. Of het is het echte proberen, het echte hopen, het echte best doen. Veel succes. Doei doei.